Sprinter van wereldformaat, je bent bij de WK Sprint. Doet het pijn dat je wel hier mag zijn en niet op te spelen? Nee, dat is achter me nu. Dat was de week na het AKT. Dat moest gewoon klaar zijn. Zeker op het moment dat je in het vliegtuig stapt hier, dan moet je hier mee bezig zijn. En niet zozeer met wat je niet gedaan hebt. Kan je voorstellen dat buitenstaanders anders tegenaan kijken en denken van hoe dichter die spelen komen en hoe rotter jij het vindt? Nou, misschien vermijd ik het wel wat, maar er zijn zoveel andere dingen die je kan doen. Dus gelukkig kan ik genoeg afleiding vinden voor het feit dat ik geen spelen heb gehaald. Ja, hoe doe je dat, behalve dit week als sprint? Ja, nou goed, inderdaad. Week als sprint rijden, dat is toch wel erg leuk. En ik moet eigenlijk zo snel mogelijk weer naar school toe. Ik moet mijn opleiding afmaken. Misschien ga ik dat ook maar zo snel mogelijk als ik naar huis ben. Haal ik maar in Holland en dan, hallo, hier ben ik weer. Kijken hoe ze reageren. Je zegt je moet. Moet dat van jezelf of moet dat van anderen? Nou, voor mezelf moet het ook. Ik wil graag mijn opleiding afronden. Alleen, ik ben er ooit eens een keer mee begonnen toen ik 18 was. En daarna ben ik een aantal jaar gestopt. Alleen de Nederlandse staat vindt dat je binnen 10 jaar met een hbo-studie moet afgerond hebben. Dus ja, je bent nog geen 28? Nee, oké, maar ja. Considering, of in acht genomen dat de tijd, ik ben inderdaad geen 28, maar in acht genomen dat je het zo snel mogelijk gedaan wil hebben. En gewoon ook niet op het allerlaatste moment wil doen. Beetje lullig als je weer zoveel terug moet betalen. Even terug naar het schaatsen. Ben je tevreden met de manier waarop het nu met je gaat? Hoewel net geen spelen, maar ook je zat er dichtbij. Goed, ik stond vorig een beetje op een tweesprong. Zal ik überhaupt al doorgaan met schaatsen of ga ik lekker? Of moet ik het op een andere manier doen? Ga ik mijn studie meer combineren? En ja, goed. De spelen waren er en Geert kwam bij het team. Nou, dat was eigenlijk een combinatie wat je niet af kon slaan. En samen met de Mulders en Freddy, de trainer, is natuurlijk ook geweldig. Je ziet wat er nu van komt. Hij was eerder jaren natuurlijk wat minder bekend. Maar ja, hij is nu toch wel de upcoming man. En misschien wel op dit moment is hij er. En dan zie je, ik vind het uiteindelijk erg leuk dat ik met hen heb mogen trainen. Ja, als ik dit nou zo hoor, ga je volgens mij na het studeren straks gewoon weer trainen. Volgend jaar. Jij gaat gewoon door. Ja, ik vind schaatsen echt heel erg leuk. Maar ja, dus eigenlijk, zoals ik het afgelopen paar jaar gedaan heb, dat is niet vol te houden. Hoe leuk ik het ook vind, maar ik kan het niet verantwoorden naar bepaalde personen. En om dat zo te doen zoals ik het nu gedaan heb. Mogelijk je laatste jaar? De laatste jaar zoals ik het op deze manier gedaan heb. Okay. Nu naar de WK Sprint. Prachtig toernooi. Ja, wat zijn je kansen? Want daar denk je toen denk ik toch wel aan. Goed, kijk, ik wil gewoon mijn prestatie van 2 jaar terug overtreffen. En dat was op zich niet slecht, maar ik reed toen eigenlijk een hele slechte eerste dag en een hele goede tweede dag. En ik wil gewoon 2 hele goede dagen rijden. En dan zien we aan het eind wel waar ik strand. Maar ik voel me heel erg goed. Dus het wordt een mooi toernooi voor jou? Het wordt een heel mooi toernooi.